De lange gangen van het groot seminarium in Roermond stonden volgepakt met kooien tijdens de 6e wereldvogeltentoonstelling, waarvoor uit Nederland en 10 andere landen in totaal ongeveer 3000 kleurkanaries, exotische vogels en inheemse vogels waren ingezonden. Tot deze laatste behoort de levendige puttergoudvink. Ook uit Nederland de turtelduiven. Maar voor de blauwfazantjes moeten we naar Centraal-Afrika. Zoals bij de meeste vogels is het mannetje het fraaist getekend. Vooral opvallend is de sikkelvormige rode vlek op de wangen. Australische kuifduiven, waarvan man en vrouw sprekend op elkaar lijken. Vele tropische vogels zaten hier te pronk in kooien die door lampen zowel verlicht als verwarmd werden. Een van de vele schitterende dieren die we hier filmden was de paradijstangara, die in het wild voorkomt op de Nederlandse Antillen. Uit West- en Zuid-Afrika komt de granaatastrilt, die in het Afrikaans koningsblauwsijsie heet. En tot slot de roodkop Gold Amadine uit Australië, de bontst gekleurde van alle vogels op deze interessante tentoonstelling.